Je maakt zelf kindercontent, dus je kan geen mening hebben. Leugen, lieg niet, imbeciel, sukkel, niet geweldig. Oké, Nina, mond dicht kleuter, wat jij zegt... Oei, wat zat erop? Dat stinkt. Oh, kijk wat hier ook ligt. Oei, shit. Oei. Hallo iedereen en welkom op dit kanaal. Just Jade. Oh, ik kan niet serieus zijn. Ah, hier is mijn eten. In mijn kontzak. Vandaag gaan we reageren op... haatreacties! Er zijn weer echt superveel haatreacties binnengekomen op de video die ik had gemaakt over Acid versus Semi. Voor mensen die het niet weten, er is dus een drama tussen twee Belgische YouTubers, ja, drie. En heel veel van mijn kijkers vroegen of ik mijn mening daarop wou geven. En I did, maar dat stond heel veel mensen niet aan. Ik maak normaal niet van die video's en ik dacht van ook zo van ja, ik wil me eigenlijk niet moeien. Ik wilde die video niet maken, maar ik had nog geen video voor die dag. Dus ik dacht, hey, ja, dat kan ik wel gaan doen. Maar ik ben heel... Allee, ik kies eigenlijk geen kant. Ik snap beide kanten wel. Als je meer wilt weten, ga dan zeker even die video uitchecken. Maar vandaag gaan we haatreacties voorlezen. Ik moet niet meer met mijn gsm gooien, want die is hier. Wacht. Ah, die is hier van boven kapot. Die zitten dus hier zo een hele bars tot aan mijn camera. Als mijn TikToks van slechte kwaliteit zijn, dat is daardoor. Ik probeer mijn TikToks met de achterkant te filmen, maar dat is moeilijk omdat ik mezelf dat niet zie. En ik ga nu stoppen met zeveren, want eerst de shout-outs zijn deze twee. Gefeliciteerd! Wil jij nu ook een shout-out in mijn volgende video? Jullie weten wat jullie moeten doen. Met de hashtag Justice reageren. Als jij bij de Justice hoort, je kan dat gewoon bij reactie plaatsen. En dan zie ik dat. Ik ga er een paar uitpakken. Het zijn er geen heel erge, want de ergste heb ik er al uitgefilterd. Omdat daar heel erge scheldwoorden in zaten die ik sowieso niet in mijn video mag zeggen. En ik wil ook gewoon dat mijn YouTube-kanaal positief blijft. Dus we gaan er maar gewoon aan beginnen. De eerste is van Wolf. Sorry, maar waarom moet iedere YouTuber zijn mening erover geven? Zelfs diegenen die er niks mee te maken hebben? Omdat mijn kijkers dat vroegen. En als jullie vragen, dan antwoord ik. Allee, als jullie iets vragen, dan maak ik daar meestal wel een video over. Dus als jij nu ook nog 24 uur challenges van mij hebt, of gewoon challenges die je in het algemeen wilt zien met mij, of met Evert, of met mijn zus, laat dan zeker even achter in de reacties, want ik doe... graag challenges en ik moet dat eigenlijk meer doen op mijn kanaal. Je maakt zelf kindercontent, dus je kan geen mening hebben. Sinds wanneer is dat de regel? Dus, ah ja, oké, iedereen die kindercontent maakt mag geen mening hebben. Zal ik u eens iets vertellen? Elke YouTuber heeft een kinderpubliek. Zelfs Acid. Ik weet dat kindercontent maakt omdat ook de grootste doelgroep op YouTube kinderen zijn. En die video's zijn nu eenmaal leuk om te maken en om naar te kijken. Wat willen jullie dat ik doe? Praat over mijn verzekering? Over mijn studies? Vind je dat interessant? En ik weet dat er ook 20-jarigen naar mij kijken. Want letterlijk, als ik ga feesten, wat nu al heel lang geleden is, kom ik ook mensen tegen die mij kennen. En dan zegt dan ineens, tik tik. Zo, ja. Mag ik een foto met u? Hi. Want ik ga wel inderdaad zo soms in het publiek. Maar ik doe niet echt zo heel hyper en wauw zoals in mijn video's. Ik ben inderdaad wel een hyper persoon en een positieve persoon. Maar in mijn video's is dat nog erger. Niemand wou je mening. Jij wilt views. Ja, wie wilt niet views? Maar ik deed het niet voor de views. Ik wou gewoon dat mijn kijkers wisten hoe ik erover dacht. En inderdaad, dat is een trending topic op dat moment. Irriteert mij ook dat die lok langer is dan de die. En dan nog een Sam. Of nog een wolf, zegt, wie ben jij nou weer? Hi, ik ben een YouTuber. Ik doe al 5 jaar YouTube. En ik doe denk ik al langer YouTube dan Semi. Dus, aangenaam. Ah ja, en dan had ik gereageerd. Iemand die al 5 jaar YouTube doet. En hij reageert zo ineens keilief. Wel goede video's. Ik zie dat zo vaak mensen die haat geven. Vanaf het moment dat ik erop reageer, zegt zo. Oh, sorry. Oh, wow, je reageert. Ja, nee, je maakt wel goede video's. Je hebt dan geen haat in the first place. Eerlijk, je wou gewoon mee met de hype. Nee, ik wou echt gewoon een video voor mijn kijkers maken die kijkers wilden. En op dat moment zat iedereen daarmee in zijn hoofd. That's why I did it. Please, French. Deze guy spreekt waarschijnlijk Frans, maar schrijft French dan ook nog eens fout.
Like what? Ik ken jouw kanaal niet, maar ik vind deze video niet zo leuk, omdat je zogenaamd je mening hoort te geven, maar je legt de situatie uit en dan zeg je er niets over. Maar ja, leuke video. Ja, inderdaad, ik leg de situatie uit zoals ik denk dat het gebeurd is vanuit hun perspectief. En ja, wat moet ik zeggen? Allee, ja, wat moet ik zeggen? Denise, het is een stoemerik, Semi moet niet wenen. Nee! Like, ik snap iedereen hun reactie wel. En dan reageert ze dezelfde. Ik bedoel, ga door met je kanaal. Ik had daar niet eens op gereageerd of zo. Takazawa, SS. Leugen, lieg niet, imbecile. Door die jankvideo geloof je echt dat dat zo is. Imbecile? Het is imbecile. Jij bent al meer dan 3 jaar YouTuber, geen 1 mil of zo. Haha, noob, bot. Ah, dus. Ah. Beest. Verschotkend. Dus deze guy zegt dat als je 3 jaar YouTube moet doen, dat je zeker 1 miljoen moet hebben. Wel, ik kan volgens mij echt 100.000 YouTubers opnoemen die geen 1 miljoen hebben in 3 jaar. In België heeft niemand 1 miljoen. Niemand! Take that! En ik ben al 5 jaar bezig. Ga weten. Ik ga echt weten in een hoekje of zo. Nee, maar echt serieus. Oh, deze mensen. Het ding is, wat ik dus eerder wou zeggen. De meeste YouTubers die jullie kijken, die gaan niet meer naar school. Die hebben een... Die doen YouTube als job en echt geen haat naar hun I wish I could. En eigenlijk heb ik nu daar wel de optie voor, maar ik durf niet. Dus ik denk dat ik nog een jaar ga verder studeren. Maar het ding is, ik weet als ik ook elke dag zou uploaden, dat er meer mensen zouden kijken. En dat dat ook aantrekkelijker is dan 2 keer per week. Maar... ik ga nog naar school zoals jullie. Ik ga voltijds naar school. Ik heb net mijn hogeschooldiploma gehaald. En ik weet dat jullie willen dat ik meer upload, maar dat gaat niet. Dus please, be kind to me. Monticht kleuter, wat jij zegt is fake. Nathan stuurde iemand op die kutsemi af en dat deden zijn kijkers vanzelf. Hij scheldt me KKR. En jullie weten wat het is. Dat doen zijn kijkers. Semi is gewoon comedie voordat mensen medelijden krijgen met hun en hun geloven. Dus beter maak je een positief vervolg van ACID. Ja, ik heb niks slecht over ACID gezegd. Ik heb gewoon gezegd dat zijn kijkers soms heel extreem gaan. En zijn woorden inderdaad wat verdraaien. Want misschien was het niet de bedoeling van ACID om zijn kijkers op Semi af te sturen. Maar zijn kijkers zijn abnormaal trouw. En ja, die doen dat toch sowieso. Wanneer je views nodig hebt. Tristan is een heel gefrustreerde jongen. Die heeft op mijn laatste video ook gereageerd. Hij toen reageert, niemand cared. Like, oké. En dan iemand zei, ik ken hem niet persoonlijk. Celine en Michiel wel, dat is niet waar. Maar misschien heeft hij mijn woorden verkeerd verstaan, want ik bedoelde dat ik ACID nu persoonlijk ken, maar Celine en Michiel ken ik wel persoonlijk. ACID, dan weet ik niet of dat hij Celine en Michiel persoonlijk kent. Ik denk het niet. En dan als laatste had ik op Jamila Baidoo haar video gereageerd. Echt geweldig dat gewoon heel België hierop springt. En ik weet dat dat inderdaad wat negatief kan overkomen. Was zeker niet negatief bedoeld naar Semi of naar ACID of naar Jamila Baidoo. Maar ja, ik vond het gewoon grappig dat ineens heel België daar een video over maakte. En dat ik dat toen ook had gedaan. En ja, het was gewoon een dingetje. En er waren heel veel haatreacties opgekomen. Maar die zijn precies allemaal verwijderd. Ik weet niet hoe dat komt. Misschien heeft Jamila dat gedaan. Geen idee. Of mensen hebben dat zelf verwijderd. Maar ik kreeg meldingen van heel gemene reacties. En ik heb daar toen geen screenshot van genomen, spijt genoeg. Maar echt zo mensen. België? Je bedoelt Vlaanderen. Heel België. Je bedoelt heel Vlaanderen. Ja, proficiat mensen. Vlaanderen ligt in België. Hè? Nee, de Walen gaan daar niet op springen, want die verstaan ons niet. Allee, sorry hoor. Oh, we wonen nog steeds in België. Hè? En dan iemand echt zo. Sukkel, niet geweldig. Oké, Nina. Oh ja, en Bart gaat even heel religieus doen. Jezus Christus, de weg naar de Vader. Johannes 14:22. Wie mij Jezus geboden heeft, die in acht neemt, die is het die mij lief heeft. Wie mij lief heeft, hem mijn Vader zal lief hebben. Oh, en het gaat trouwens helemaal door tot echt... Het is een hele lijst. Dus als je een gebed wilt zien, check that out. Of lees de Bijbel. Het ding is, ik ga waarschijnlijk volgend jaar verder studeren. En ik ga zeker 2 keer in de week blijven uploaden. Maar die 2 video's zullen altijd heel kwaliteitsvolle video's zijn. Deze video is inderdaad nu wel... deze kan ik wel snel maken. Maar ik weet niet hoe dat mijn verdere studie gaat zijn. Want ik durf ook zo gewoon niet fulltime YouTube te doen. Omdat ik dan zo... ja, dan heb ik zo geen purpose in het leven.
Ah, ik weet niet wat ik daar, ja, hoe dat ik dat moet verwoorden. Maar ik ga zeker YouTube-video's blijven verder maken. Dus blijf zeker elke woensdag en zondag om 17 uur kijken. En dan zie je mijn hoofd op je beeldscherm. Hey, ik zie je achter in beeld. Oké, ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. Geef dan zeker een likeje. Neem mijn reactie op deze reacties niet zo serieus. Ik vind het eigenlijk wel heel grappig. En ik trek mij eigenlijk niet zo heel veel aan van de haat. Ik reageer trouwens ook op lieve reacties. Dus echt super veel liefde naar iedereen die lieve reacties geeft. Ik hou van jullie. En dan zeg ik nu... Toedaloo! Oh, kunnen we de 1000 likes halen, by the way? Ha, ik stel altijd dat doel, maar we halen dat ooit. Ooit lukt het. Gaat het lukken? Ik hou van jullie. Toedaloo! Ik hoop dat jij deze video leuk vond. Druk op dit bolletje om te abonneren. Dat zou me heel blij maken. En naast het abonneerknopje staat ook een belletje. Daarop kan je klikken en zo ontvang je elke keer een melding als ik upload.